Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven de Noordzee, het westen en noorden van het land en nog opklaringen boven het zuidoosten. Maar met een stevige westen tot noordwestenwind worden de wolken over het land geblazen. En uit die bewolking gaat in de loop van de ochtend ook een enkele bui vallen. Droog weer overheerst vanochtend nog wel. Vanmiddag komen er meer buien en de meeste buien trekken dan over het noorden en oosten van het land. In het zuidwesten blijft het zo goed als droog. Een pittige bui kan samengaan met hagel en onweer. Het wordt 7 tot 9 graden. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk af en vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, later op de dag neemt de bewolking weer toe en wordt de kans op wat regen of modregen weer groter. Het blijft stevig waaien aan zee met windkracht 6 à 7 en in het binnenland staat windkracht 4 tot 5. Temperaturen opnieuw 7 tot 9 graden. Maandag is het zeer zacht, maar wel bewolkt en er zijn flinke perioden met regen. En ook dinsdag en woensdag is het ronduit wisselvallig. Temperaturen blijven in de dubbele cijfers uitkomen. Woensdag misschien net iets te ronder. Richting de kerstdagen wordt het minder zacht. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl